Romano Postema was zaterdagavond in de Euroborg het goudhaantje bij FC Groningen tegen NEC. Postema viel in de slotfase in en zorgde er met twee doelpunten voor dat FC Groningen een 2-3 achterstand in een 4-3 overwinning omboog. FC Groningen kon na rust tot die tijd geen vuist maken tegen NEC dat met 10 man speelde na een rode kaart. Postema zorgde voor de ommekeer. De eerste treffer, Damiel komt langs op de zijkant en ik gok dat hij hem voor de bek gooit. En ja, hij kwam daar en kop is niet mijn specialiteit, maar toch mijn tweede kopgoal, ja, is wel lekker. Ja. En dan die laatste, de zure tijd. Zie ik die bal gewoon aankomen rollen en dan moet je maar één ding doen, schieten en ik raak hem heerlijk. En hij vliegt tegen de touw aan. Dus. Is een opluchting voor jou? Ik denk meer blijdschap gewoon en vreugde vandaag dan opluchting. Ja. Ja, het lijkt me toch een moeilijk jaar voor je, naast de bank, op de bank. Hoe ervaar je dat zelf? Ja, het liefst speel je natuurlijk. En als ik erin kom is het vaak niet lang, maar goed. Zoals je nu ziet, ik weet niet welke minuut ik erin kwam, maar iets eind 70 ergens. Zoiets, en, ja. 77, 78. Nou ja, toch nu twee doepeltjes kunnen maken, dus hoop dat ik dat vaker kan doen. FC Groningen kwam voor rust twee keer op voorsprong door Michael de Leeuw en Jurgen Strand Larsen. Maar NSC werkte een 2-1 achterstand weg, terwijl de Nijmegenaren naar rood met 10 man speelden. Dit tot ontsteltenis van trainer Danny Buijs. Ik heb me kapot geërgerd. Ja. Maar daarom sta ik met 3-2 achter, terwijl ik met een man meer op veld sta. Als je ziet in die fase hoe wij het invullen, dat was gewoon echt heel slecht. Heel slecht. Hoe kan dat dan? Waar ligt dat dan aan? Uitvoering. Ja, simpel. Je ziet, eigenlijk een droomstart van de wedstrijd. Geweldige goal. Geef je de 1-1 weg uit de spelervatting, uit de corner wederom. Dat hebben we al heel vaak gehad dit jaar. Daar word ik ook langzaam heel gek van. Dan krijg je de 2-2 tegen, omdat we gewoon niet al doordekken. Kunnen hun gaan draaien. Een paar hele handige spitsen hadden ze vandaag. Gaan we een onnodige overtreding maken rond de 16, terwijl je hem gewoon voor je kan houden. En je weet, met Schöne hebben ze iemand die hem erin schiet. Dan kan ik nog discussiëren of hij er te makkelijk in gaat. Er staat alweer 2-2. En dan, met een man meer, leveren we zo de bal in de opbouw. En dan verdedigen we ook nog zo. We blijven gewoon achteruit lopen tot op onze eigen 5-meterlijn. En dan laten we ook nog een rechtspoot naar binnen passeren. Ah, dat vind ik voor dit niveau echt heel slecht. Heel slecht. Desondanks won FC Groningen dus en steeg naar de 8e plaats in de Eredivisie. En die plek geeft recht op het spelen van play-offs voor Europees voetbal aan het einde van de rit. Zondag speelt FC Groningen uit tegen FC Utrecht.